zou het zelf heel fijn vinden, dus daar klamp ik me aan vast. Dat stel je komt overlijden, dat je dan nog wel bij je geliefde en je naaste soort van in de buurt kan zijn. Wat zie jij zelf als positieve kant van hooggevoelig zijn? Hey, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Het is echt een tijdje geleden dat ik gewoon even zo'n zitvideo heb opgenomen waar ik met jullie ga kletsen. De afgelopen tijd zijn er wel heel veel vlogs online gekomen waar je ook een inkijkje in mijn leven krijgt. En ik heb wel zitvideo's genomen die om make-up draaiden. Maar ik dacht, laat ik weer eens gewoon een wat persoonlijkere video filmen. En ik heb op Instagram gevraagd of er dingen zijn die jullie graag willen weten van mij. En ik heb best wel wat interessante vragen gekregen. En ik dacht, laten we gewoon weer eens een soort ouderwetse Q&A doen. Dus ik ga ze er nu bij pakken en dan gaan we beginnen met de eerste vraag. Als je terugkijkt naar de jonge Sarah, welke tips had je haar graag gegeven? Ik had mezelf als kind echt heel graag mee willen geven dat ik me niet zo druk moest maken. En dat het allemaal wel goed kwam. Ik was echt een enorme piekeraar. Bijvoorbeeld voor kamp lag ik gewoon een maand lang wakker in bed, me zorgen te maken. Knoop in mijn maag. Ik was ook toen al best wel heel erg bezig met wat anderen misschien van me zouden vinden. En ik wilde graag goed overkomen. Ik denk dat ik op de kleuterschool nog best wel onbezorgd was. Maar vanaf groep 3 me echt al heel erg zorg begon te maken. En heel streng begon te worden voor mezelf met name. Zo weet ik bijvoorbeeld dat ik heel vaak echt een uur aan het tekenen was. Bezig was met een tekening en hem vervolgens verscheurde. En in de prullenbak stopte omdat er dan iets heel kleins niet goed was gegaan. Ik denk dat het zo erg had geholpen als ik toen al meer had ingezien dat foutjes gewoon gebeuren en dat het allemaal nog goed kan komen. Maar goed, dat zag ik dus niet. En er waren echt wel mensen die me dat dagelijks vertelden, zoals mijn leerkrachten, mijn ouders natuurlijk. Maar ik vond gewoon dat het allemaal perfect moest. En ik heb ook best wel veel herinneringen van toen ik jong was dat ik me heel erg schuldig voelde. Ik voelde me echt snel rot en schuldig en dat greep me dan echt naar de keel. Ook over dingen waarvan ik nu denk, ja, je bent gewoon een kind. Als je een keer stiekem een snoepje pakt, dan hoef je dat echt niet gelijk op te biechten. Maar zo dacht ik er toen wel over. Dus ik nam alles best wel zwaar. En ik zou mezelf dus willen adviseren achteraf om het allemaal iets chiller te doen. Maar aan de andere kant denk ik wel dat het gewoon iets is wat heel erg past bij mij als persoon. Ik geloof er heel erg in dat ik nog steeds best veel van die dingen ook nu ook doe. Ik ben wel wat minder streng voor mezelf geworden, maar in de kern heb ik nog steeds wel dat ik heel graag gewoon wil dat het goed is en dat het perfect is. En dat ik niemand voor het hoofd stoot met mijn beslissingen. Dus ja, het hoort ook een beetje bij hoe ik ben, denk ik. Dit vind ik ook wel een hele goede vraag, omdat het iets is wat best wel veel speelt op het moment bij mij. Er wordt namelijk gevraagd hoe de onzekerheid van het ondernemen mij bevalt. Eerlijk, er is onzekerheid in de zin van ik heb geen onderneming die al jarenlang loopt. Ik heb geen multibedrijf waarvan ik weet dat vanzelf alles binnen blijft stromen. Nee, op het moment dat ik wil zorgen dat er campagnes binnen blijven komen, moet ik sowieso consequent blijven uploaden, zichtbaar blijven. Wil ik geen stapje achteruit doen. Dus daar is wel een bepaalde druk die dat met zich meebrengt. Maar ik vind het heerlijk om er gewoon echt voor te werken. En tuurlijk, ik moet heel eerlijk zeggen, soms denk ik ook wel, oeh, ik hoop dat er snel een nieuwe campagne binnenkomt. Maar tot nu toe is het eigenlijk steeds zo dat op het punt dat ik zoiets had van, ik heb nu niet meer echt een vooruitzicht dat verder gaat dan volgende maand. Ik weet niet hoe het er dan uitziet. Dan komen er toch altijd weer wat mailtjes en vaak komt er dan toch weer een goede campagne uit voort. Dus ik kan niet een jaar vooruit kijken. Maar ik kan wel een paar maanden vooruit kijken. En ik heb nu al de wetenschap dat dat eigenlijk, ook al voordat ik fulltime aan het ondernemen was, steeds lukt een lange periode. En dat ik ook wel ideeën heb hoe ik, ja, hoe ik dat in stand kan houden, waardoor ik me daar gelukkig niet al te veel zorgen om maak. Wat ik heel erg fijn vind is dat ik daarnaast ook mijn stylingonderneming heb. Die is nog wel in de opstartende fase. Ik denk dat van de 5 dagen dat ik daar gemiddeld 2 dagen mee bezig ben, ongeveer 40% van mijn werktijd. Ik maak niet altijd 8 uur per dag, maar 40% van de uren die ik besteed aan mijn werk bestaat uit werk voor een stylingonderneming. Terwijl de effectiviteit met klanten is misschien 20% van mijn week. Maar ik ben daar nog veel meer ook bezig met
dingen ontwikkelen en van alles uitzoeken voor de toekomst. Maar ik weet wel zeker dat ik veel meer onzekerheid had ervaren als ik echt de stap had gezet van werk in loondienst naar mijn stylingonderneming. Waar ik eigenlijk nog veel meer van beneden moest beginnen natuurlijk. Want doordat ik mijn social influencer werk al heb, dat had ik al terwijl ik in loondienst was, dat heeft zich echt al opgebouwd over de jaren. Wist ik eigenlijk dat ik daar wel redelijk van op aan kon gaan, in ieder geval voor de komende periode. En dat geeft me precies die buffer die ik nodig heb om juist heel vrij te voelen in het uitdiepen van mijn stylingonderneming. Dus ik vind dat echt heel erg fijn dat ik dat op die manier heb gedaan. Maar onzekerheid, ja, die is er wel. Maar ik had nooit deze stap gezet als ik dacht dat het financieel niet mogelijk zou zijn voor ons. Wij zijn natuurlijk met z'n tweeën en ik wil altijd heel erg onafhankelijk zijn. Dus alles voor mezelf betaal ik zelf. Ik betaal netjes de helft van de huur, et cetera. Maar wij hebben wel heel erg de instelling dat als het bij één van de twee eventjes minder gaat, dan legt de ander net even wat meer in. En tot nu toe ben ik blij dat dat eigenlijk bijna niet heeft hoeven gebeuren, alleen voor de vakantie. Het is ook een tijd anders geweest, want ik was veel eerder afgestudeerd dan Marco. Dus toen gingen we verhuizen, moesten er veel dingen gekocht worden. Toen heb ik dat logisch weer meer gedaan. Dus zo houden we dat gewoon in balans. Dus financiële onzekerheid heb ik niet echt, maar wel gewoon af en toe de onzekerheid van is het nog wel interessant voor mensen om te zien wat ik doe? Ga ik wel de juiste klanten aantrekken die ik wil? Meer het stukje, ja, gewoon mentaal. Dus je toch af en toe wat twijfels hebt over waar je mee bezig bent. Maar dat houdt je ook scherp, denk ik. Want daardoor kun je heel goed op jezelf reflecteren. En blijf je ook steeds bedenken waar dat vandaan kan komen. Zolang je er niet in doorslaat, zie ik dat ook niet als iets negatiefs. Terwijl ik dit zeg, realiseer ik me dat ik ook bij mijn werk in loondienst die psychische onzekerheid gewoon echt wel had. Dat ik me soms afvroeg, doe ik het op de juiste manier? Schat ik deze situatie goed in? Ja, dat eigenlijk. Dat is ook weer wat gewoon bij mij past, denk ik. En waar ik tegenwoordig best wel vrede mee heb, waardoor ik het me ook minder in de weg zit. Ga ik door naar de volgende vraag, die ik ook heel mooi vond. En die sluit hier een beetje op aan. Wat zie jij zelf als positieve kant van hooggevoelig zijn? Voordat ik deze vraag beantwoord, trouwens, mocht je niet weten wat HSP is, staat voor Highly Sensitive Person, hooggevoelige persoon ook wel. En dat is eigenlijk een karaktereigenschap die, ik meen, 15-20% van de mensen naar schatting ongeveer bezit. Ik ben daar denk ik sinds ongeveer 2 jaar achter voor mezelf. En ik heb ook eerder video's gefilmd waar ik dit onderwerp bespreek en ook uitleg hoe dat er voor mij uitziet. Hoe het bij mij in zijn werk gaat. Dus mocht je dat interessant vinden, dan link ik die ook eventjes. Als positieve kant zie ik dat ik situaties gevoelsmatig qua sfeer heel goed kan aanvoelen. Ik heb best wel snel door hoe mensen ergens in staan, hoe het met hen gaat, zeg maar, en wat voor staat zij zijn. En daardoor kan ik ook goed inschatten of dat een goed moment is om bijvoorbeeld iets te initiëren of iets te vragen, of dat ik juist beter even op dat moment wat afstand kan nemen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat er nooit echt situaties voorkomen waarin ik denk, dit was echt niet handig van mij. Ik doe dingen heel erg doordacht, bedachtzaam. Voor mezelf is dat fijn, omdat ik het ook heel belangrijk vind dat ik goed rekening hou met de mensen om me heen. Maar ik denk dat het voor een ander ook prettig is, omdat ik daardoor redelijk snel aanvoel waar iemand mogelijk behoefte aan heeft of juist niet. Waardoor iemand dat ook nooit nog specifiek aan mij moet zeggen of uitleggen, vermoed ik. En iets wat ik tegelijkertijd soms heel vermoeiend vind, maar ook weer heel mooi, is dat ik echt een hele rijke innerlijke belevingswereld heb. Zo noem ik het altijd maar. Als ik over iets nadenk, dan gaan er gelijk allemaal laadjes open en dan komt er heel veel meer bij. Maar ik verlies niet de focus of zo. Er komen gewoon heel veel beelden bij en eerdere dingen die ik heb meegemaakt, die ik link aan wat er nieuw in mijn hoofd komt. En het is wel vermoeiend, maar het is ook wel heel mooi. Ik hou er heel erg van om een herkenbaarheid te voelen. Dus als iemand mij iets vertelt en ik denk, oh ja, die situatie, daar had ik ook zoiets, dan kan ik me ook heel erg dat voorstellen en daarin inleven.
Marco zegt af en toe echt als wij bepaalde dingen bespreken, oh joh, ik denk echt nog niet eens al die stappen vooruit. En ja, ik denk dat wel. En soms is het misschien overdreven, maar het is vaak ook gewoon heel erg handig dat je echt wel aan heel veel dingen denkt die mogelijk ook belangrijk zijn of kunnen gebeuren of wat dan ook. Op dit moment is het echt keihard gaan regenen, moet ik jullie zeggen. Dus ik denk dat jullie dat ook wel horen, mogelijk op de achtergrond. Maar goed, we gaan verder met de volgende vraag die echt behoorlijk diep is. Namelijk, ben je bang om dood te gaan en denk je dat er iets is na de dood? Op de eerste vraag, nee. Ik ben eigenlijk niet bang om dood te gaan. Ik denk er wel eens over na natuurlijk, met bepaalde dingen die je zou moeten regelen als er heel onverhoopt iets met je gebeurt. Mensen plannen hun dood niet en een ongeluk zit in een klein hoekje, dus ik denk er wel eens over na. In de zin van, uitvaartverzekeringen. Hoe wij dingen geregeld hebben met z'n tweeën. Niet dat het leuk is om over na te denken, maar ik doe dat dus echt heel praktisch. Meer van, ik weet dat dat slim is om te doen. Maar dat komt niet voort vanuit een angstig van gevoel dat ik bijvoorbeeld overlijd. Ik hoor wel eens dat mensen angst hebben als ze gaan slapen, dat ze bijvoorbeeld niet meer wakker worden. Als kind heb ik dat trouwens wel gehad in die tijd toen ik heel slecht sliep, toen ik een jaar of 7 of zo was. Maar dat heb ik eigenlijk nooit. Dus dat heerst bij mij niet. Wat ik wel moet zeggen is dat op sommige momenten, en dat is echt heel bizar, als ik bijvoorbeeld op vakantie ben of in de auto, of dan komt er wel in één keer zo'n beeld voor me, of dan schiet er wel door mijn hoofd van, als hier nou iets zou gebeuren, waardoor er opeens een auto op me klapt, misschien kan het dan wel over zijn, maar het beangstigt me niet. Dus ik weet dat dit misschien bijna een beetje klinkt alsof ik heel depressief-achtig in het leven sta. Maar dat is niet zo. Maar dat is ook weer, er gaan dus altijd superveel scenario's door mijn hoofd van wat er ergens kan gebeuren. Dus voor mij is dat een vrij lege lading. Er zit daar niet een heel naar gevoel achter. Maar als dat door mijn hoofd schiet, denk ik wel, jeetje Saar, je kan ook gewoon niet aan zulke soort dingen denken. Hoezo schiet dat überhaupt in je hoofd? Dus dat wel, maar geen angst. Maar ik geloof wel dat er iets is na de dood. En dan weet ik niet zozeer of ik zou zeggen van, ik geloof in de hemel. Nee, dat weet ik niet. Maar ik geloof echt wel dat er iets is hierna. Dat je ziel nog wel blijft leven en het lijkt mij heel mooi. Ik zou het zelf heel fijn vinden, dus daar klamp ik me aan vast. Dat stel je komt overlijden, dat je dan nog wel bij je geliefde en je naaste een soort van in de buurt kan zijn. Dat je toch hun aanwezigheid op de een of andere manier kan voelen, ook al ben je er niet meer. Ja, ik vind dat zelf ook een heel fijn idee om bijvoorbeeld op zo'n manier wel eens te denken aan mijn oma die is overleden. Dus dat vind ik zelf heel mooi, maar heel veel verder dan dat denk ik er eigenlijk niet over na. Ik ben trouwens wel heel benieuwd hoe jullie daarin staan. Dus laat het vooral hieronder achter als jij bijvoorbeeld wel hier al een keer heel diep over na hebt gedacht. Ik kreeg nog een hele lieve vraag hoe het met mij mentaal gaat na de burn-out / overspannen periode. Ik noem het zelf nog steeds overspannen periode omdat ik toch wel echt veel mensen heb gezien of verhalen heb gehoord die er echt een stuk dieper in zaten nog. Maar ik denk wel inderdaad dat ik ergens op het randje schommelde. Als je behandeld wordt, ik heb toen hulp gehad, dan wordt het wel gewoon onder de noemer burn-out eigenlijk geschaard. Tenminste, dat was bij mij wel het geval. Doet er ook in ieder geval niet zoveel toe. Hoe ik daarop terugkijk is dat ik echt zo blij ben dat ik dat ik me niet meer zo voel. Het is gewoon een wereld van verschil. Dat speelde zich af vorig jaar, eigenlijk vanaf januari, maar ik denk februari, maart, april waren echt hele donkere maanden voor mij. En ik, het was gewoon alsof het niet in mijn lijf was. Ik was zo bezig met in mijn hoofd. Ik was alleen maar in mijn hoofd. En op een gegeven moment signaleerde ik allerlei signalen van mijn lichaam dat het niet lekker ging. Ik kreeg hartkloppingen. Ik kon mijn bed niet uitkomen omdat ik zo'n wattenhoofd had wat duizelig was. Dat als ik mijn hoofd optilde ik gewoon weer terug werd getrokken in mijn kussen. En dat duurde soms echt een half uur. Ik was gewoon echt super super moe. Ik weet dat ik met Marco op Valentijnsdag gingen we na ons werk. Want Marco werkte ook in Hilversum.
hadden we bedacht om bij een restaurantje in Hilversum wat te gaan eten. En we waren daar net. En om me heen, ik zag kinderen en ik dacht meteen, ik kreeg meteen gewoon een soort angst. En ouders, alsof het kinderen waren van de school waar ik werkte. En ik had ook geen reden om angstig te zijn, maar dat zegt dus wel dat ik in zo'n super gefocuste modus zat. Dat ik gewoon daar heel erg gespannen al was in dat restaurant. En overal iets voor mijn gevoel voelde prikken in mijn rug. En toen zaten we en we hadden net het eten. En ik hoorde in één keer al die galmende geluiden om me heen. En ik werd gewoon helemaal naar. Ik dacht, ik raak echt in paniek. Dus we zijn echt na een half uur al weggegaan. En toen duurde het alsnog wel 3 weken of zo voordat ik me echt realiseerde dat het niet oké was. Toen ging ik toch maar eens naar de huisarts met de klachten die ik had. Ik was inmiddels ook al drie, vier maanden niet meer ongesteld geworden. En ik dacht, er is toch iets niet helemaal lekker en ik wist ergens ook wel. Dus ik had heel veel stress op mijn werk en ik wist dat het niet goed was. En ik was toen in maart een beetje de piekperiode voorbij dat ik echt moest knallen om dingen af te ronden. En toen dacht ik, ga eens naar de huisarts. En ja, toen... dit is eigenlijk meer het verhaal hoe het toen ging. Maar ik denk toch een inleiding voor mensen die het niet weten. Ik kijk erop terug dat ik het echt knap vind. Dat ik mezelf toch heel snel heb herpakt. Of relatief snel. Het voelde als maanden. Maar ik kan wel echt zeggen dat ik me in juli, augustus al een stuk opgeknapt voelde. En daar was ik zo blij om. Want we zijn natuurlijk in oktober gaan trouwen. En ik heb daar wel echt volop van kunnen genieten. En ik was er echt. Dus ik was niet alleen in mijn hoofd. Ik voelde gewoon weer dat ik er was. En ik voelde de sfeer. En ja, het was zo fijn. Ik had niet meer het gevoel dat ik naar mezelf zat te staren van een afstandje. En een soort schim was geworden van mezelf. Zo omschreef ik het toen volgens mij ook. En ik heb toen de beslissing genomen in mei of juni. Dus best wel snel na die dip. Om ontslag te nemen op mijn werk. Mijn klachten waren wel gerelateerd van het werk, maar kan ik niet alleen wijten aan het werk. Het is ook hoe ik als persoon ben, hoe ik met dingen omga. Nou ja, jullie hebben het al eerder een beetje in deze video gehoord. Ik kan heel streng zijn voor mezelf, dus dat is altijd een wisselwerking natuurlijk. En dus ik ben ook doorgegaan met blijven werken aan dat stukje van mezelf. En ik heb geloof ik in oktober of november de laatste sessie gehad. Het heeft me heel erg geholpen. Heb ik gewoon veel tools gekregen en ik ben trots dat ik die beslissing heb genomen. En ik ben zo blij dat de mensen die dicht om me heen stonden me steunen en vertrouwden op mijn oordeel. Ondanks dat ik misschien nog best ziek leek op dat moment. En dat mensen misschien hun vraagtekens hadden of het een goede beslissing was. Ik kijk daar ook echt heel goed op terug. En ik denk ook dat ik kan zeggen dat ik het afgelopen jaar door die therapie en door dus niet meer alleen in mijn hoofd te zitten, een soort persoonlijke ontwikkeling in ben gegaan. Waarin ik gewoon voel dat ik als persoon echt een stuk ben gegroeid of ouder ben geworden. Ik voel me veel minder een meisje, maar meer volwassen. Ik kan niet heel goed onder woorden brengen wat dat is, maar je denkt heel snel als je volwassen wordt dat je met allerlei zaken bezig moet houden en dat het juist heel goed is om continu over van alles na te denken. Maar uiteindelijk verlies je wel een beetje als je zo gefocust bent op alleen maar het analytische stukje in je hoofd, dan verlies je een beetje de focus van wie je bent en wat je nodig hebt. En dan staat daar een soort ontwikkeling een beetje stil, lijkt het. En ja, daar ben ik gewoon echt heel erg blij om. Dus daar kijk ik wel heel positief op terug. Wisselend. Ene keer beter dan de andere keer. Er zijn dagen dat ik eigenlijk heel vermoeid ben. Soms fysiek, maar vaak ook emotioneel. Dat is vaak het gevolg van bijvoorbeeld veel sociale bezigheden. Veel dingen die mentaal gewoon energie hebben gekost. En dan gaat toch ook een beetje de factor hooggevoeligheid meespelen. Of tenminste meespelen. Ik moet eigenlijk zeggen dat komt dan tot uiting. En dan ben ik eigenlijk een beetje op. En dan zou ik een stapje terug moeten doen. En ik probeer dat nu wel vaker wat eerder te accepteren. En dan te zeggen van oké. Ik ga vanmiddag gewoon even chill doen. Want wat er gebeurt als ik dat niet doe, is dat ik gewoon heel hard door ga knallen omdat ik denk dat het moet. En dan is mijn productiviteit lager. Dus uiteindelijk heb ik bijvoorbeeld 8 uur wel achter mijn laptop gezeten. Maar heb ik steeds van die kleine onderbrekingjes gehad. Of raakte ik gewoon mijn concentratie kwijt, waardoor het gewoon langer duurde.
En dan is dat zo zonde, want ik had dan ook gewoon na 3 uur kunnen stoppen. En dan had ik bijna evenveel gedaan. En dan gewoon echt kunnen bijtanken die andere uren. En kunnen genieten van dat ik mezelf een soort van vrijgeef op dat moment. Dus dat is ook een voordeel van ondernemer zijn. En het kan ook een valkuil zijn dat je juist daardoor jezelf weinig vrije tijd geeft. Nou wil ik niet zeggen dat ik dat doe, want er zijn genoeg momenten door de week dat ik iets afspreek. Vanmiddag bijvoorbeeld ga ik lunchen met mijn moeder, dus dan is dat ook alweer zo'n halve dag weg. Maar tegelijkertijd weet ik ook dat ik 's avonds en in het weekend ook genoeg uurtjes toch nog even meepak. En soms ook omdat ik er zin in heb, maar dan ben ik me er wel bewust van dat ik dan dus nog steeds niet een hele dag echt vrij ben. Dus bijvoorbeeld afgelopen weekend was ik met vrienden in Zeeland. En dan merk ik wel echt dat ik heel erg oplaad, omdat het toen net op het goede moment kwam. Maar het kan ook zijn dat dat dan eigenlijk te laat komt en dan ben ik de hele week daarna nog steeds eigenlijk heel moe. Voor mij werkt het soms ook om gewoon eventjes eruit te gaan, dus even naar buiten, even wandelen. Eventjes de was ophangen zodat je toch een onderbreking hebt. Dan zet ik even een filmpje aan. En als ik op tijd ben, dan is dat genoeg om weer even op te laden. En dan kan ik daarna gewoon prima weer verder. Maar stel dat ik dus eigenlijk te laat ben met ingrijpen. Dus dat ik eigenlijk al een beetje over mijn grens heen ben. Werken dat soort dingen voor mij niet. Dan merk ik dat als ik loop dat ik nog steeds alleen maar in mijn hoofd met mijn werk bezig ben. En niet eens zie wat er om me heen is buiten. Dus dan is het soms zelfs alleen frustrerender. En dan merk ik dat de was ophangen me ook niet uit mijn gedachten trekt. En dan werkt het voor mij eigenlijk alleen om echt eventjes uit te tunen. Dus bijvoorbeeld iets op te zetten waardoor ik compleet eventjes ergens anders in wordt meegetrokken. Gewoon echt even een klein dutje op de bank. Volgens mij klinkt het nu echt alsof ik een heel laag energieniveau heb en bijna niks aan kan. Maar dat is echt absoluut niet zo. Als jullie mijn vlog zien, zien jullie ook dat ik behoorlijk ondernemend ben, denk ik. Maar ja, het schommelt wel gewoon heel erg gedurende de dag. En ik wil er wel waakzaam voor zijn. Omdat ik gewoon een periode heb gehad waarin het gewoon echt een maand lang intens slecht was. Want op een gegeven moment worden die oplevingen steeds minder als je niet toegeeft aan de inkakmomenten. Laatste vraag om het af te sluiten. En ik zal eerlijk zeggen, ik vind deze echt lastig om te beantwoorden. Maar ik heb er even over nagedacht. En de vraag was wat voor type vriendin ik ben. En nou, ik ben sowieso een vriendin die het voorop stelt dat de vriendin, dus mijn vriendin, zich goed en prettig voelt. In het contact ook met mij. Dus ik zal altijd weer rekening houden, wat ik al eerder zei. Dat de situatie, hetgene wat ik voorstel om bijvoorbeeld met iemand te doen, dat dat ook echt iets is wat diegene zelf ook heel fijn en leuk vindt. En daarin kan ik denk ik mezelf eerder op de tweede plaats zetten. Omdat het ervoor zorgt dat ik me dan beter voel dan als ik mezelf op de eerste plaats zet. En iets voorstel om te gaan doen wat ik heel leuk vind. Wat de ander misschien niet zo leuk vindt. Want dan ben ik toch steeds bezig met diegene comfortabel laten voelen. Of aan het scannen of diegene zich wel fijn voelt. Dus daarin kan ik mezelf misschien eerder dan juist iets wegcijferen. Maar zo voelt het niet voor mij. Dat klinkt namelijk heel negatief. Ik doe dat gewoon van nature. En daar voel ik me goed bij. Ik denk dat ik soms daardoor ook een beetje de besluiteloze vriendin ben. Als in, ik kan daardoor misschien op sommige momenten ook passiever zijn. En een keuze meer van een ander af laten hangen. Wat misschien ook irritant is. Ik vind het namelijk juist fijn, maar dat komt misschien ook door hoe ik ben. Als op een gegeven moment iemand zegt, let's go, laten we gewoon dit doen. En ik kan een beetje blijven hangen in het stukje, ja, weet je, vind jij dat ook oké, weet je wel, zo. En dan denk ik soms ook, kom op. Maar dat gaat gewoon zo. Ik denk dat ik wel een vriendin ben die geïnteresseerd is. Die goed op de hoogte probeert te blijven van alles wat er speelt. Maar dan moet ik ook zeggen dat ik heel verschillende vriendschappen heb. De meest close en nauwe vriendschappen. Daarvan merk ik wel dat ik toch in ieder geval echt geregeld contact heb. Of dat nou via app is of in het echt. Maar er zijn ook vriendschappen en daar heb ik eigenlijk niet zoveel contact. Maar als we elkaar zien is het altijd heel goed en gezellig. Dus dat is gewoon afhankelijk van een combinatie van mensen, denk ik ook, hoe dat loopt. Maar ja, daaruit blijkt ook wel dat ik dus niet echt een vriendin ben die bijvoorbeeld heel veel eisend is. Dat ik verwacht dat mensen me vaak berichten of wat dan ook. Het is gewoon hoe het loopt. En dat is goed. En ik ben niet een vriendin die de deur plat loopt bij mensen. Maar ik hou er wel van om elkaar natuurlijk geregeld te zien en bij te kletsen en zo. Ja.
En dat was het eigenlijk voor deze Q&A. Jeetje, wat een lang gebazel hè, van mij. Inmiddels is het droog. Ik ben blij, want ik moet zo de deur uit. Ik ben heel benieuwd of je je misschien herkent in sommige dingen die ik vertel. Of ik zou het ook heel leuk vinden. Wauw, ik struikel een beetje over mijn woorden, maar dat schiet me opeens te binnen. Als een van deze vragen jou aanspreekt, dat je die voor jezelf beantwoordt. Bijvoorbeeld, wat voor soort vriendin denk je dat jij bent? Laat hieronder achter. Of hoe kijk jij aan tegen een leven na de dood? Of wat er na de dood is überhaupt? Dat vind ik ook wel echt een hele interessante. In ieder geval, heel erg bedankt voor jullie aandacht. En ik zie jullie heel graag weer in de volgende video. Doei doei! Thank you.